Die is dus gesloten. Verbaasde reacties bij bezoekers die vanmiddag nog een filmpje wilden pakken. Zomaar van de een op de andere dag is de bioscoop dicht. Mijn dochter was jarig, dus die dacht van ik ga met twee vriendinnetjes naar de bioscoop. Dus dat is even een dompertje voor de mijn. Ik ben verbaasd. Ik wist er niks van. Dus, nee. Toch een beetje teleurgesteld misschien. Ja, we zouden eigenlijk naar de brief voor de koning gaan, maar het is jammer dat die dicht is en kunnen we niet heen. Met de bioscoop ging het al lange tijd niet goed. Eerder dit jaar meldde de eigenaar al dat de zaak in de rode cijfers zat. Het ingestelde rookverbod betekende de nekslag voor het bedrijf. Het was een bioscoop in Winschoten zo dat je mocht daar roken. Dus er waren natuurlijk veel mensen die specifiek daarvoor naar Winschoten kwamen. Daar heeft natuurlijk een gedeelte van afgehaakt. Als ik vergelijk met vorig jaar, dan hadden we in dezelfde periode 30% minder. Bovendien speelde concurrentie van nieuwe bioscopen in Hogezand in Groningen het bedrijf parten. De horeca in Winschoten is niet blij met de sluiting. Het mooiste zou wezen dat er toch een doorstart komt en dat we toch de bioscoop kunnen houden in Winschoten. Dat is heel belangrijk, hè? Dat je het uitgaanspubliek wat meer heeft te bieden alleen de kroegjes. Dit is weer een tegenvaller voor ons. Allemaal. Voor ons allemaal. Ook voor Winschoten. Maar dit moet niet kunnen. Hier moet wat aan gebeuren. De gemeente wil nog geen reactie geven op de sluiting. De verantwoordelijk wethouder wil eerst een gesprek met de eigenaar. En nu? Naar huis. Een dvd'tje erop. En dan gaan we daar plezier maken. Met de sluiting van de bioscoop komt een eind aan een tijdperk. Een geschiedenis van vele bioscopen in Winschoten. Al vanaf 1911. Sommige periodes zelfs meerdere bioscopen tegelijkertijd. Met beroemde namen als de Wisseman Bioscoop, Dommerink Cinema en Scala. Vanaf 1992 werd het hier Hollywood en later Movie Unlimited. Maar ook die film is nu aan zijn eind.